Raad de eerste bij Geleen. Hier is al een mooie positie die ik aan heb genomen. Holy moly. Ik denk rechts eerlijk gezegd. Even wat de positie. Holy. Ja, rechts sowieso. Sowieso rechts. Ik kon zeggen, doe het anders zo lang. Dan kan ik wel heel snel. Jeet. Inderdaad, niet dubbel. Hoppa. Lekker, lekker, lekker. Dat is maar de eerste, hè. Besef dat gewoon. Jemig. Ik zie, toen kwam er weer naar van links. Ja. Toen was het weer een links tijd, hè. Dat is gewoon weer tijd voor de verre van links. Het is een beautiful positie, jongen. Ja, hier is hij al. Nou, ik kom in ieder geval heel vaart. Njeut. Njeut. Kan, kan. Ra. Hoppa, geen enkele dubbeltractie. Ga ik vooral zo door, MS. Wat deed ik zo enorm? Oh my god, het is echt wat schiet mislukken, want like... Ik zag gewoon, ik was gewoon lekker aan het filmen. De camera bleef wel heel erg debiel lang, bij 1 seconde, bij 0 seconde. Ik vond het niet lekker, maar het lijkt toch niet. Daar ben ik blij om, hè. Rechts, denk ik. Ja, kon ik wel. Yes! We filmen! Kaka! Ra! Ik kon zeggen, links en langs scoren, want ik zie helemaal niks. Ik ga wel op dat deze overal die niet van later mocht het niet over links naast mij. Raad hadden we eindelijk weer zo'n trein van links en ra. Jezus Christus hé. En als weten hoe die. En als weten hoe die mijn dag moet vinden, ben je niks laten rijden hé. Jezus hé. Dat is best wel nog bij Eindhoven staan. Daar kan het zo leuk worden. Nou, ik kom die in ieder geval einde. Je bent die rijdt langzaam. Ik wou net zeggen, die komt in ieder geval niet, maar ja, dit wordt een dubbel tractie. Er wordt er een, jongens. Rij langzaam. Ja. Dit wordt een dubbel tractie, sowieso. Waar rijdt het ding zo fucking langzaam? Hallo. Rechts horen wat. Waarom duurt het zo lang? Hier, wat rijdt het ding langzaam? Oh mijn god. Hier al 1 minuut. Alsjeblieft, rijd door. Rijd door. Alsjeblieft, rijd door. Trekt hij op? Oh, hij trekt heel lang door. Ik heb nog een mond. Hij trekt op! Eindelijk! Een rare video! Alsjeblieft! Yes, we hebben toch gelijk ook! Holy damn, we hebben echt wat nepjes nog gehaald! Ik was bang dat hij ging stoppen, want zo zag het er wel uit! Oh my god, die heb ik echt even nog net! In de volgende dag hadden we verder van links! Maar die reed heel langzaam! Maar die reed zo langzaam! Alsof die... De overgang wel kan stoppen of zo. Heel raar. Ver van rechts mag ik even snel rijden. Mij fucking apart. Hallo? Hallo? Ja, dat gaat lekker hier met die langzame treinen. Waarom moet alles zo langzaam rijden? Leuk, gaat hij weer met dat overgang stoppen? Leuk! Of rijdt hij door? Hij gaat door, maar het is gewoon leuk toch? Ik heb een kind oefenen. Nou, dat is helemaal niet leuk, man. Ik weet niet wat er aan de hand is. Ze rijden allemaal wat langzaam. Storing! Zal ik eens kijken? Ja, sowieso storing. Deze rijdt ook even langer dan die andere. Ja, nou hoor ik dat hij doorrijdt. Jezus, duurt dit lang! Hallo? Ik hoor hem rechts. Nou, ik kom in ieder geval heel langzaam. Jut. Weer inderdaad langzaam. Alsjeblieft, rijd door. Rijd alsjeblieft door. Oh, we hebben het gehaald, gelukkig. Gelukkig gehaald. Ik heb een vis in de
kan. K. Ra. Ra. Waar rijden de veertig zo fucking langzaam mee? Jezus. Stomme dingen. Stomme dag ook weer lekker leuk. We gaan de vooropname en letterlijk de vooropname gaan we weer zo langzaam weer. Volgens mij gaat deze rijden voor de normale, volgens de normale snelheid. Deze rijdt zeker voor zo'n normale snelheid, gelukkig. Ja. Jezus. Je kan ook zo lang. Oh nee, dat moet dat niet langzaam weet. Maar nou, komt in ieder geval een normale snelheid naar een mond. Gaan ze toe. Yep. Inderdaad, niet dubbel. Ra. Yes. Ja, ik dacht, oh, dan snap ik het al. Ik denk al, huh? Waarom is het in het begin nog donker? Ik heb het toch op vastgezet. Maar het kwam door de regen, daarom was het een stukje donkerder. Ik had echt verre verwacht, eerlijk gezegd. Waarom komt er nu opeens naar Riva? Nou ja, heel raar, hè? Heel raar. Hoe rijdt hij wel volgens de normale snelheid? Maar die rijdt weer zo fucking langzaam. Oh nee, niet! Hij komt in ieder geval. Yes! Inderdaad, niet helemaal. Ra, die regel ik wel volgens de normale snelheid. Ik had trouwens zo 10 video's hoor, hierna nog 3 video's, anders vind ik het te weinig. Ra, die heb ik echt even op een dempeltje goed gezien. Laatst die wapen via de originele snelheid rijden en niet weer zo poep langzaam. Krijg ik weer de originele snelheid zo te zien. Oh ja, die rijdt zeker wel de originele snelheid, gelukkig is. Jezus. Nou, je rent ook wel langzaam. Niet zo langzaam als eerst. Nou, je komt in de geval met de maas naar het denk ik. Zo van. Yep. Ra. Jee, wat kwam ik daar niet uit, hé. Mijn heilige tite. Jezus. Ra. We houden hier even van links. Ra. Of is het de brand van een verm? Nee, kan niet. Kan niet. Een hele mooie goederen. Kan niet. Nee, maar dat kan niet. Het is zit op Maastricht. Het zit op Roermond. Ja, heb je toch best. Ja. Ja, dat gaat sowieso wel gebeuren. Want zo is deze stomme NS. Het is een lokje zie ik links. Denk maar, is het nou verm of goederen? Of ding. Dat doen we eigenlijk goederen ook. Ja. Wat? Hallo? Wat, ja. Oh, dat kon ik val. Yes! Yes! Wat de heck? Een goederen met je van Maastricht? Doe het dan! Verder dubbel tractie. Ra. Huh? Nog ineens? Jezus, wat hebben wij eindelijk eens geluk. Het duurt niet meer lang. Ra, aan de vooropname hebben we gewoon een goederentrein gezien. Op traject Sittard Maastricht. Dat is heel raar. Maar in ieder geval hier hebben we de 10e trein ook gelijk de laatste. Jezus, wat is hier niks gekomen. Nou. Oh, film je hem, pap? Film je hem? Oh, je filmt mij? 9589, hè? Even kijken of we het kunnen zien. Film je mij, pap? Ja. Oh. Kan je even kijk. Komen? Yes! De laatste jongens, de officiële. Oh, zondag wordt zo gelukkig bij Australië.